Curaçao in 2009. En was gelijk enthousiast. En dacht, yes, eindelijk een beetje Antilliaanse groep in de reggae. Want dat ja, is er eigenlijk niet. Dus tenminste niet die ik ken. Vast wel klein, maar ik ken ze niet. Dus ik, ja, ik vind het leuk dat ik jullie mag interviewen vandaag. Oké. Ja, can I start? Nou, welkom. Welkom Punky Dunch bij Empress Flavor. Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen voor de mensen die jullie nog niet kennen? We beginnen bij jou. Ik ben Tarek Nava, ik ben drummer van Punky Dunch. Ik ben Awaraas, ik ben lead vocalist. Ik ben Nando, ik ben de gitarist. Ik ben Chris, ik ben de percussionist. Ik ben Eswin, ik ben een van de toetsenisten. We zijn niet helemaal compleet vandaag. Nee, klopt. Onze bassist is er niet vandaag. En een andere toetsenist van ons is ook niet gekomen. Die kan er niet bij zijn. Okay. Maar normaal zijn we wel compleet. Ja. Oké, okay. Nou, in ieder geval zijn we blij dat jullie er in ieder geval zijn. Punky Dunch, in welk jaar is het opgericht? Zijn jullie bij elkaar gekomen? Hoe zijn jullie ontstaan eigenlijk? Hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ja, dat moet ik bedenken. Hoe moet ik mee kan zijn? Dat is een history teacher. 2008, maart ongeveer, zijn we opgericht. Mm-hmm. En de meeste leden hier zijn ook dan de, zeg maar, de main leden. Oké. Okay. Ja. En jullie kenden elkaar al? Of hoe is dat begonnen? Begonnen jullie te jammen samen? Of, ja, het begon, we kennen elkaar. Ook van Aruba met name. En we begonnen te jammen gewoon thuis. En toen hebben we gewoon een ruimte gehuurd en toen zijn we ook samen gaan jammen en daarna is de rest bijgekomen. Oké, goed. En jullie komen allemaal van Curaçao of Aruba? In ieder geval de aantallen. Mag ik niet meer zeggen, maar de meeste. De meeste wel. De meeste. Curaçao, Helder. Half. Oké, en hoe wordt er in Curaçao gereageerd op jullie? Ja, ik moet zeggen, we hebben een beetje mix reactie krijgen van die mensen. Want de jeugd die houdt heel veel van onze muziek en mensen van onze leeftijd en de jongeren. En ik kan ook wel zeggen ouderen, maar je hebt toch wel sommige mensen ertussen die het toch wat anders vinden wat wij doen. En ze begrijpen het niet en ze vinden het niet goed. Maar dat proberen wij ook gewoon wat aan te doen, zeg maar. Ja, want jullie hebben natuurlijk een grote hit gehad met, of nog steeds eigenlijk wel, met Sensibilia. Ja, dat is in Curaçao natuurlijk al heel wat, dat je dat überhaupt op de radio hoort. Maar jullie hebben wel ook opgetreden in Curaçao. Ja, dat klopt. We hebben een concert gegeven daar in 2009. En ik hoop dat we daar weer terugkomen. We zijn ook op Aruba geweest, dat was heel leuk. Ja. En de mensen zijn in ieder geval enthousiast. Nou, ik ben ook enthousiast, dus wie weet, Empress Flavor is enthousiast, wie weet, kunnen we in de toekomst ervoor zorgen dat jullie binnen Curaçao kunnen voor een optreden. Wat is jullie boodschap die jullie meegeven aan de mensen? Boodschap, ja kijk, wij maken reggae muziek. Mm-hmm. En reggae muziek is altijd gewoon alles wat met positivisme heeft te maken. Met leven, met het is gewoon real muziek, weet je. Mm-hmm. En we hebben verschillende invloeden van onze muziek, want mijn drummer is bijvoorbeeld een rocker. En mijn percussionist is een beetje salsa lover, weet je, lekker leven. Dus wij brengen eigenlijk verschillende soorten invloeden in onze muziek, maar het gaat gewoon over liefde, over alles eigenlijk. Oké, okay. Dat is goed, want dat is ook waar reggae ook voor staat, hè? Ja, eigenlijk klap, gewoon klap, heel klap. Positief zijn. En wanneer kunnen we jullie nieuwe album tegemoet zien? Jullie zijn, we zijn nu in de studio, dus jullie zijn er blijkbaar heel druk mee. Hebben jullie een indicatie? Ik zou dit weten. Ik zou zeggen aan het eind van deze jaar. Dan zou het helemaal rond moeten zijn. En dan wordt het released. Maar jullie hoort wel als het bijna klaar is. Ja, maar het zal wel moeten worden. Ja, nou, ik heb net stiekem al wat gehoord en het klinkt goed, veelbelovend. Dus jullie hebben ook een aantal grote optredens, sowieso laatst in de Heineken Musical waren jullie. En hoe is dat om tussen, Capleton en iedereen te staan, die echt al jaren bezig zijn? En hoe ervaren jullie dat? Ja,
Ja, persoonlijk. Ja, eerlijk gezegd, het maakt mij niet zoveel uit. Nee. Ik vond het gewoon vet om op een groot podium te zijn. Maar ja, dus gewoon, we moeten onszelf ook zien als grote artiest, anders blijven we gewoon de klein. Ja, precies. Dus, maar jullie krijgen wel gewoon de erkenning die jullie verdienen. Dat, weet je, want dat is wel belangrijk. Ja, als je tussen, als er op een festival staat tussen al gevestigde namen die iedereen al kent, dan heb je gelijk een heel groot publiek. Nee, zeker. We zijn daar heel dankbaar voor dat we dat kunnen doen. Nou, wij zijn ook heel benieuwd en ik wens jullie in ieder geval heel veel succes in Ahoy, 24 april. Yes. We zullen er zeker bij zijn. Ik vind het sowieso top om gewoon jullie te zien en te zien groeien ook. En jullie op de grote line-ups te zien tussen iedereen, dat vind ik gewoon top. Dus wij blijven jullie in ieder geval volgen. We gaan de 29e ook spelen. 29e ook, ja. In Purmerend, 29 april. Met Ziggy. Dus dat is ook zeker een grote optreden. Leuk. En ik sluit me zeker aan bij Awe. Iedereen kent ons natuurlijk van Sensimi en Mika Chingabo. Mm-hmm. Maar we zijn veel meer dan dat. We spelen ook echte reggae muziek, down to earth. Dus met heel veel positiviteit en heel veel messages tussendoor. Dus blijf maar luisteren. Ja. En waar in Purmerend? Weet je dat misschien? P3. Oh, P3. P3, okay. Pop Centrum is dat. Oké. Okay. Dus 29e. Leuk. Nou, wie weet. Wie weet zie je ons daar. Ja. In ieder geval heel erg bedankt. En we blijven jullie volgen. En we draaien jullie ook. Dus we zeggen luister naar ons op zondag van 5 tot 7. En Press Flavor. Ik ga ons googelen. Dus, En jullie heel bedankt. En jullie zijn Big Up en Press Flavor Radio. Dan zijn we. Thank you. Hey, and we also had a producer. The producer. Oh, sorry. Maybe if you want, I don't know. Yeah. The mask, but no, I just want.